Jean-Marie de Dekker, allereerst de beste wensen voor u. En ik vroeg me af, wat kan ik u wensen in 2022? Ik denk dat er zeker nu twee dingen zijn die ontzettend belangrijk zijn. Dat is natuurlijk in eerste plaats het cliché gezondheid. Maar wat voor mij enorm belangrijk is, is ook de vrijheid. En ik denk dat dat niet alleen voor mij is, een beetje als libertaire ideologie dat ik graag tot mezelf neem, maar ook voor iedere mens. Dus dat wij al 2 jaar, zelfs tot op het niveau van pestgedrag, behandeld worden in deze maatschappij. Ik wil absoluut af. Dat tijd dat het af zijn van het mondmasker, want het is bijna, ik noem het hier een beetje een muilband, in plaats van een mondmasker, en dat we terug van onze vrijheid mogen genieten. Iets wat mij zo dierbaar is. En ik wens het iedereen in dit land toe. Goed. U heeft heel wat kritiek geuit op de aanpak, de corona-aanpak van de regering. Welke fouten zijn er volgens u gemaakt? Wel, het is al van in het beginnen. Ik heb juist gesproken over de mondmaskers. Ik zit al een tijdje in het parlement. Als je daar ongeveer bijna een kwartier zit, 25 jaar, dan heb je een beetje historisch geheugen. En ik heb nog de eerste griepepidemies meegemaakt, de vogelgriep, de Mexicaanse griep. En dat dateert van het jaar 2009, 2010. En minister Onkelings was toen minister van Volksgezondheid. En men heeft toen voor 109 miljoen vaccins besteld, onder andere bij GlaxoSmithKline. Men heeft er daarvan ook grote paniek in de tijd, 95 miljoen vernietigd. Men heeft toen miljoenen mondmaskers besteld, ongeveer 35 miljoen. Men heeft ze opgeslagen, men heeft ze in 2015 verbrand. En dan begint die epidemie bij ons, dan heeft men geen mondmaskers. Dan worden we in de eerste plaats op het verkeerd been gezet. Toen zeggen die virologen ook in het eerste, ja, mondmasker, dat doet er niet veel toe. Ze hebben ons toen misleid met te zeggen, doet er niet veel toe. Het is niet nodig, omdat men wist dat men er geen had. Men heeft ons bedrogen vanaf het eerste moment. Dan heeft men ons verplicht op het ludieke af om zelf mondmaskers te naaien. We moesten toen zelf aan de naaimachine gaan zitten. Het is een aaneenschakeling van catastrofes. We hebben dan de overlijders gehad, de mensen opgegokt, de oudere mensen in de rusthuizen, waar men heel veel overlijders gehad heeft. Men heeft ons zelf hier aan de kust, herinner je nog dat de mensen zelfs uit Wallonië, uit Brussel, niet naar de gezonde lucht mochten komen. Wij hebben hier mensen, heel grote campings, die hier jaar in verblijven. Met de gouverneur is die mensen met drones en met de politie gaan uithalen. Ja, het was bijna in Noord-Korea dat we zaten op dit moment. En ook constant het veroorzaken van paniek. Tot op vandaag. Bijvoorbeeld, het is duidelijk gebleken dat in open lucht, de besmettingen in open lucht, quasi niet hier zijn. 1 op de 1000 besmettingen zijn in open lucht. Men weet het al een jaar. Terwijl men tot op vandaag dit nog allemaal handhaaft. Hoe ludiek is het bijvoorbeeld vandaag? Ik heb het gisteren nog gezegd tegen minister De Croo in het parlement. Ik zei, meneer De Croo, je bent van Brakel. Er is daar een voetbalclubje. Voetbalclub Brakel. Zijn de ouders die er zaterdag komen met hun kinderen, mogen allemaal samen in de kantine zitten, maar ze mogen niet in open lucht in het veld staan naar hun kinderen te kijken. Stel je, al die zaken. Ik had bijvoorbeeld, we hebben vorige week het Belgisch kampioenschap cyclocross ingericht in onze gemeente. Op het strand, in de duinen, de gezondste lucht van gans het land. Wij hebben hier geen industrie, we zitten vlak aan zee, er mocht geen publiek komen. En ik heb toen gebeld naar onze viroloog, meneer Van Ranst, dat jullie waarschijnlijk ook kennen in Wallonië. Ja. Ik zeg, meneer Van Ranst, waar ik ook al grote discussies mee gehad heb, maar hij was wel gentleman op dat vlak, correct en eerlijk. Hij zegt tegen mij, vanavond is er een overlegcomité met de experts, en ik zal je bellen na het overlegcomité. Hij baalt mij op, 20 voor 12 s'nachts. Volledig fantastisch wat hij deed. Zegt, kijk, het is geen probleem om evenementen te organiseren in het buitenland. Geen enkel probleem. Het is alleen een politiek probleem. Dus hoe kan dat als de experts nu zeggen dat evenementen mogen doorgaan in het buitenland, dat dan de politiek er een spelletje van maakt om ons gegijzeld te volgen. Vandaar dat ik... Ja, ik noem dat gijzeling. U vindt eigenlijk dat men te weinig naar de woorden van de experten heeft geluisterd en gehandeld in feite.
Men luistert te weinig naar het gezond verstand. Er zijn ook experten, maar ik heb het ook aan de stok gehad met meneer Van Rans in de tijd. Ik heb je herinnerd me dat ik op 1 mei de terrassen in Middelkerk geopend heb. Mm-hmm. Van de horecazaaks op de Zeedijk. Ja? Ja. Ik had daar een debat over met meneer Van Rans. Hij was daar tegen. Achteraf heeft hij wel gezegd, je hebt gelijk, het is in open lucht. Het kan geen kwaad. Mm-hmm. Ik vind dat men te weinig... Men zit in een cocoon. Men zit een beetje in een Stockholm-syndroom. En het is ook een politiek afweging. Kijk, ten opzichte van het onderwijs. De ministers van onderwijs die zitten in de Vlaamse of de Franstalige regering. Ja, de federale regering. Het is bijna pestgedrag dan ten opzichte van de ministers van onderwijs. Zie, de politiek is bezig met een opbod. Het is heel mooi wat er gebeurd is met die cultuurhuizen. Wat is er gebeurd met die cultuur? Dat is gestuurd door de PS. Het is de ex-adjunct kabinetchef van Onkelinks, die uit vakantie gekomen is, die een Franstalige Kamer van de Raad van State heeft voorgezeten, die tegen het advies van de auditeur in, gelukkig. Normaal volgt de Raad van State quasi altijd het advies van de auditeur. Toen niet, want in opdracht van de PS, meneer Magnet, Onkelinks, hebben ze gezegd, nee, de cultuurhuizen mogen open voor 200 mensen. En dat is geen spel geweest van gezond verstand, dat is geen spel geweest van de expert, dat is een politiek spel geweest, waarin dat men zelf de Raad van State betrokken heeft. En waarom mag je dan met 200 mensen in een theatertje gaan zitten, waar dat er 300 mensen binnen kunnen? Maar je mag ook maar met 200 mensen in een theater gaan zitten, waar dat er 2000 mensen binnen kunnen. En die absurditeit is een politiek spel geworden. En dat ergert mij vooral. Ik ben geen antivax. Ik ben ook gevaccineerd. Ik heb mijn boosterprik gehad. 98% van de mensen in mijn gemeente zijn gevaccineerd. We hebben daar alles aan gedaan. Maar je moet vroeg of laat een beetje gezond verstand gebruiken. Ik heb hier vuurwerk gegeven. Ik heb vuurwerk gegeven op de Zeedijk. Maar ik heb het wel gespreid over 4 kilometer. En er waren 1000 mensen aanwezig. Gespreid over 4 kilometer. Al die zaken. Terwijl dat men nu de kerstmarkten af, de horeca, waarom de horeca sluiten om 23 uur? Het virus stopt toch niet om 23 uur s'avonds? Ja. En die absurditeiten verdraag ik niet. Men moet een beetje meer vertrouwen hebben in de mensen. Maar men heeft een angstpsychose gecreëerd. Er is nu de Omicron-variant bijvoorbeeld. Ja? De studies zijn er. De dingen zijn bijvoorbeeld in Engeland. 3 keer meer besmettingen. Maar 1/3 van de ziektenopnames ten opzichte van vroeger volgens het aantal besmettingen. 1/7 van het aantal overlijdens. 1/5 op intensieve zorg. En men houdt daar geen rekening mee. Men zit bijna in een virus-euforie. Wij nemen de vrijheid af van de mensen en wij beslissen. En daar heb ik het heel moeilijk mee. Ja. Ik ben niet alleen liberaal. Hè. Ik ben misschien de laatste liberaal in Vlaanderen. Maar ik ben zelfs ook een beetje libertair. Je moet de mensen verantwoordelijkheid geven. Ik heb het gezegd in mijn nieuwjaarswensen. Je moet de mensen vrijheid geven. En je moet de mensen ook vertrouwen.